denk er wel eens over na en ik denk dat ik toch het meest neig naar dat het een geschenk is. Het is iets wat je ontvangt, maar er zit toch iets ook van dat toe-eigen in, maar dan andersom denk ik, want je kunt je ervoor afsluiten. Ja. Ik denk als je op een hele negatieve manier kijkt naar het leven, naar de dingen die je overkomen, dan sluit je je ook af voor geluk. Terwijl als je je open stelt, dan laat je het geluk als een geschenk op je afkomen. Ja.